Hoe is het om deze beelden te zien, jouw geboorteland? Ja, Kabul is zondag gevallen in handen van de Taliban. En zwarter dan dat is er een dag in mijn leven niet geweest. Daarvoor vond ik de zwartste dag in mijn leven dat de boeddha's in Bamiyan werden opgeblazen. En daarna kwam de dag dat ik hoorde dat de 9-jarige Tabassum door de Taliban onthoofd was. Omdat ze gewoon simpelweg van dorp naar Kabul wilden komen. En gisteren was de zwartste dag. Als ik naar de beelden nu kijk, doet het mij denken aan de foto die mijn docent Nederlands destijds aan mij heeft laten zien. Van de tijd dat uit Nederland mensen probeerden te vluchten op een boot. Mm-hmm. Hier hebben we bewegende beelden van dat mensen letterlijk doodvallen. En ik zag vandaag een beeld wat heel afschuwelijk was. Dat er iemand letterlijk dood is gevallen en zijn telefoon gaat over. En iemand neemt op. En dat zal je familie maar zijn. Mm-hmm. En jouw familie woont echt in Kabul ook, hè? Dus, mijn familie woont in Kabul. Maar hoe gaat het met ze? Ja, ze zitten vast. Ze kunnen nergens heen. En ze zitten de berichten af te wachten, zodat de monsters kunnen zeggen wat hun regels zijn en dat ze zich daaraan kunnen houden. Maar het ernstigere is dat meneer Biden zegt dat het Afghaanse leger niet wil vechten. Mijn twee neven... waar ik bij de geboorte was en die ik de naam heb gekozen, hebben tot zaterdag 11:40 hebben ze nog gevochten. Ze zat in Mazar-e-Sharif. Toen ik hem belde om 11:40, zei hij: Svita, ik hoorde schoten. En hij zei, ze zijn op 5 meter afstand. Ik heb toen de tijd dat ik in Kabul was, heb ik ze ook gesmeekt om terug te komen naar huis. En een van mijn neven werd boos op mij. Hij zo: hoe kun je mij nou zo'n vraag stellen? We zitten met 4000 man hier. Ik laat mijn vrienden niet in de steek. En 11:40 is onze laatste contact geweest. En ik heb hem sindsdien wanhopig geprobeerd te bereiken. Maar hij is van aardbodem verdwenen. Hartverscheurend. En het lijkt mij ook gekmakend als je hier op afstand zit. En gelukkig kun jij hierover praten. Dat is het enige wat ik kan doen. Mensen. Ja, ik had het vanmorgen met mijn therapeut er nog over. Ik zeg, het enige wat ik kan doen is erover praten. En ik krijg goed bedoelde adviezen van vrienden die zeggen: doe het een beetje rustig aan. Laat het een beetje, ga even rustig wandelen. Denk aan je eigen gezin. Maar het is... je voelt je zo machteloos en je voelt je zo verraden door alle machthebbers. Ik zal niet zeggen dat de menselijkheid heeft gefaald. Want ik heb genoeg mensen en ik ken genoeg mensen die vragen: wat kunnen we doen? De gewone burgers. Maar mensen met de macht, die hebben gefaald. Afghanistan en het Afghaanse volk voelt zich verraden. Ik voel mij verraden. Daar komen we zo zeker op. Duidelijke woorden. Natalie Wrighton.